Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Als je al langer het kanaal volgt, dan weet je dat mijn, vermogen, mijn belegde vermogen heel erg is gegroeid door het aandeel Tesla. Tesla is niet langer, al een tijdje niet, de grootste positie binnen mijn aandelenportefeuille, Dat is inmiddels VWRL. Maar van de losse aandelen is Tesla nog wel steeds de grootste positie. En gisteravond zijn ze met nieuwe cijfers gekomen: cijfers van Q2 2022. Daar wil ik even naar gaan kijken, kijken wat opvalt en natuurlijk ook een waardering maken. Dus laten we beginnen met deze video. En pakken we dan de presentatie erbij, die je kunt vinden op ir.tesla.com. Dan hebben we hier dus Q2, het tweede kwartaal van 2022, de update. Um, we gaan er gewoon even per pagina doorheen. Ik heb wat dingen gemarkeerd die ik wil bespreken die mij opvallen. Ten eerste de highlights, de samenvatting. We zien hier bovenaan de free cashflow van 621 miljoen in het tweede kwartaal. Is niet zo heel veel, tenminste het is heel veel geld... maar vergeleken met eerdere kwartalen is het niet zo veel. Vergeleken met een jaar eerder is het dan weer wel goed. Nou, wat is eigenlijk een beetje verder de samenvatting... behalve echt de cijfers? Gaan we zo meteen naar kijken. Um, ze hebben nog steeds last van um, wat zij noemen uitdagingen. Uh, bijvoorbeeld gelimiteerde productie in Shanghai bijvoorbeeld... door de shutdowns nog steeds in, uh, in, um, in China... Heeft er natuurlijk voor gezorgd dat die productie lange tijd stil heeft gelegen. De kosten gaan wel door. Er komen minder auto's uit, dus dat valt tegen vanuit die fabriek. Alhoewel de operating margin die komt uit op 14,6. Een beetje de hoogste wat er in de industrie is, maar wederom niet per se heel goed voor Tesla. Wel goed, maar het is beter geweest, laten we het zo zeggen. En als we dan wel gaan kijken, de tijd die ze wel open waren, zeker ook in de afgelopen maand, hebben ze wel het meeste aantal voertuigen in een maand gemaakt. Dus dat ziet er in ieder geval wel positief uit. Dat als ze nergens last van hebben, als alle onderdelen aankomen, als er geen lockdowns zijn, dan kunnen ze in ieder geval de productie nog ver opvoeren, lijkt het. Um, dat zien we onder andere hier ook linksonder bij de operations, valt misschien net achter mijn beeld of niet, maar in ieder geval we zien dat inmiddels Tesla in Berlijn, de fabriek, daar duizend auto's per week produceert. Kijken we dan naar het financiële plaatje, uh, de volgende pagina, pagina 4 is dat, dan kunnen we hier eigenlijk alle kwartalen kijken en dan is het uh, deze kolom, dat is het tweede kwartaal en uh, we gaan dan vergelijken met het kwartaal daarvoor, maar ook zeker met het, uh, hetzelfde kwartaal een jaar geleden, dat je kunt zien wat het op jaarbasis heeft gedaan. Dat verschil op jaarbasis zien we in de laatste kolom: 43% extra wat betreft uh, omzet vanuit automotive, vanuit de autokant. Uh, Veruit de meeste omzet wordt ook gemaakt met auto's. Een beetje met energieopslag, solarpanelen en wat services die ze aanbieden. Uh, maar in ieder geval een flinke groei. Vorig kwartaal, zoals gezegd, was een beter kwartaal. Hadden ze minder last van ja, tekorten of lockdowns, was het bijna 17 miljard. Nu is het zo'n 14,6 miljard. Kijken we verder naar de marge die ze maken. Ze um, hadden het straks over 14,6 nou, Die zien we hier inkomen, de operating margin. 14,6. Vorig jaar was dat 11, dus dat is wel beter. Maar minder dan die 19,2 die we vorig kwartaal zagen. Maar dit is van het hele bedrijf. Gaan we kijken naar de automotive gross margin. De bruto marge kwam uit op net geen 28 Vorig jaar was dat 28,4 Dus al een op autobasis, zeg maar. Um, minder marge dan vorig jaar en ook een stuk minder dan vorig kwartaal toen het bijna op 33% uitkomt. Heeft natuurlijk mee te maken. Um, ze hebben moeite om uit onderdelen te komen. Ze hebben moeite met lockdowns. Alles is duurder als je het al kunt krijgen. Dus als je het krijgt. Ze hebben autoprijzen verhoogd. Um, maar we zien ook gewoon dat de kosten heel erg toenemen, waardoor de marge dus eigenlijk onder druk komt te staan. Maar kijken we verder naar beneden, dan zien we wel dat de winst per aandeel heel erg goed is. Uh, die is bijna met 60% toegenomen naar 2,27 dollar op basis of, uh, vergelijkbaar met uh, 1,45 dollar vorig jaar. We zien de marge dus een klein beetje verbeteren op jaarbasis, maar natuurlijk omdat de omzet met de helft groeit, die combinatie zorgt er wel voor dat er veel meer winst wordt gemaakt. Per aandeel. En ik ga even mezelf naar boven zetten. Kijk hier de laatste paar kolommen. Altijd belangrijk de free cash flow. Liet ik straks ook al zien in die eerste sheet. 621 miljoen. Het is in ieder geval positief en dat is belangrijk. Het is ongeveer hetzelfde als hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar eigenlijk stukken minder. Zeker dan de laatste twee kwartalen toen het 2,7 of 2,2 miljard was. Dus veel meer. Maar ja, dat waren de kwartalen dat nog wel goed ging. Nu hadden ze duidelijk een kwartaal waar het minder ging. Dat was ook wel verwacht. Ze gaven het zelf ook al aan. Uh, misschien waren de cijfers nu dan wel minder dan dat analisten hadden verwacht. Maar ja, dan kun je ook denken, analisten hebben het verkeerd ingeschat. Want zelf heeft Tesla al heel vaak aangegeven dat het gewoon een heel moeilijk kwartaal ging worden. Kijk uiteindelijk naar hoe ze het kwartaal hebben afgesloten. Een cashpositie van 18,3 miljard, oftewel 13% meer dan vorig jaar. En ook zo'n bijna 800 miljoen euro meer dan vorig kwartaal. Kijk dan even naar de samenvatting van die financiële cijfers, wat daar eigenlijk opvalt. Dat is vooral bij de winstgevendheid. Heb je wat pluspunten. Maar vooral ook de, de minpunten wil ik nu naar kijken. Want een beetje begrijpen van wat is er misgegaan. Of wat zijn de minpunten in het afgelopen kwartaal. Zodat we eventueel ook een betere inschatting kunnen maken voor de komende kwartalen. We horen altijd hoe goed het gaat met Tesla. Laten we daarom juist ook even vooral kijken naar wat er minder goed gaat op dit moment. Aan de ene kant, aan de eerste kant zou ik het zeggen hogere productiekosten voor de materialen die ze hebben, de logistiek die ze moeten hebben, alles wat er eigenlijk komt bij het maken van die auto. Het is gewoon duurder om die auto te maken. Vervolgens is het in Shanghai in China ook nog eens duurder per auto omdat ze niet zoveel auto's kunnen maken. Stel die fabriek kost een miljoen per dag. Als je dan 100 auto's maakt, kun je dat over 100 auto's verdelen. Uh, maak je die dag geen auto's, dan heb je nog steeds 10 miljoen. Dus die miljoen moet uiteindelijk over minder auto's verdeeld worden. Waardoor de kostprijs per auto, dus vooral in China, ook een stukken hoger is. Ze hebben een negatieve FX-impact. Uh, dat wil zeggen uh, Forex, uh, valuta. Uh, dat, ja, we zien het zelf met de euro-dollar gebeuren. Dat heeft gewoon impact. En zeker ook voor Tesla heeft dat impact. Omdat ze over heel de wereld producten verkopen. En vooral ook veel maken misschien wel. Um, en uiteindelijk de Bitcoin impairment. We weten allemaal, vorig jaar is het ergens geweest dat uh, Tesla bekend maakte dat ze Bitcoin gekocht had. Ik geloof voor 1,4-1,5 miljard. En hier zeggen ze, het is zo, um, als, ze winst, als de koers stijgt, dan hoeven ze dat niet per se als winst te zien. Maar daalt de koers in een kwartaal, dan moeten ze dat wel als verlies zien meteen. Dat verlies moeten ze eigenlijk direct opnemen in, in, de, in de cijfers. Dat hebben ze ook gedaan. Dat zorgt voor ja, negatief dingen, want de koers vergeleken met een jaar geleden staat lager. Maar wat we hier ook zien is dat ze aan het einde van het tweede kwartaal ongeveer 75% van hun bitcoin uh, aankopen die ze hadden, de positie van bitcoin die ze hadden, drie kwart daarvan hebben verkocht. En dat heeft ze iets meer dan 930 miljoen euro of dollar opgeleverd. Kijken we dan even naar die bitcoin koers in dollars. En pak ik heel even dit kolommetje erbij. Nu zo'n 23.000 dollar. We zien dat we alweer een procent in de min staan. De laatste paar dagen ging het juist hard omhoog. Maar dat is de positie nu dus. Of de koers nu op dit moment. Gaan we kijken. Het was ongeveer hier in het eerste kwartaal. En ik geloof dat het ergens 8 februari was. Dat Tesla bekend, dat bekend werd dat Tesla een positie had... Uh, daar schoot de koers op omhoog. Ik denk dat het deze dag was 20% omhoog. Dus ze hebben het ergens in rond deze koers gekocht. Laten we zeggen tussen de 35.000 en 40.000 dollar. Nou, ze hebben tijden gehad dat het heel goed ging. Maar zeker eigenlijk de laatste tijd hebben ze dus te maken met dat de koers lager is dan de prijs die ze al hadden. Volgens mij hebben ze ook in het eerste kwartaal van dit jaar al een gedeelte van hun uh, bitcoins verkocht. Ik geloof van 300 miljoen dollar. Dus dat was een beetje in dezelfde koers. Maar eigenlijk. Tenzij ze het meteen in het begin daarna hebben verkocht, dan zouden ze nog ongeveer kiet hebben kunnen spelen op die positie. Anders is die positie gewoon minder waard geworden. Want vanaf het moment dat het in ieder geval bekend werd, laten we zeggen dat ze het rond deze koers gekocht hebben, naar de koers op dit moment, of misschien wel in het slechtste moment van vorig kwartaal, zou het dus gehalveerd kunnen zijn die positie. Elon Musk geeft in de earnings call na de hand trouwens ook aan waarom, dit, waarom ze dit gedaan hebben. Niet zo dat ze geen vertrouwen meer hebben in bitcoin of in cryptocurrencies. Hij zegt zelf ook, al onze doodscoins, die hebben we nog steeds. Maar het was zo onzeker daar in China met die lockdowns, hoe lang de fabriek nog dicht zou blijven. Dat ze juist uh, dat geld liever op de balans hadden staan, gewoon cash hadden staan in fiat geld in plaats van in crypto. Omdat ze het misschien wel nodig zouden hebben. En dat is dus de reden dat ze eigenlijk uiteindelijk voor ongeveer een miljard dollar dus die bitcoin weer terug hebben, ja, eigenlijk hebben verkocht. Kijken we dan naar een samenvatting van het bedrijf zelf en dan vooral ook de productie, dan zien we dat de Model S en Model X zo'n 600% gestegen is. Heeft er vooral mee te maken dat het in, ja, hier weer net op gang kwam. Het heeft toen een tijdje stilgelegen omdat er facelift uh, zijn geweest. Dus toen was het eventjes nul, heel weinig. Na de hand loopt het wel weer op. Kijken we vooral naar het totaalplaatje, dat is denk ik belangrijk. Dan zien we 25% meer auto's verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar. Nu zo'n 260.000 auto's, terwijl vorig jaar dat net, vorig kwartaal dat net boven 300.000 lag. Dat kwartaal daarvoor ook. Dus het, als alles goed gaat, zul je zien dat Tesla in ieder geval 1,2, 1,3 miljoen auto's per jaar denk ik wel moet kunnen maken. Met de huidige capaciteit die ze hebben, die zal nog wel verbeteren de komende tijd. Wat vooral ook hier opvalt en wat denk ik wel een heel positief punt is voor Tesla is dat we um, de global vehicle inventory oftewel het dagen, aantal dagen dat ze voorraad hebben, is voor Tesla altijd al heel laag. Eigenlijk meteen auto's die gemaakt worden, worden verscheept en zodra ze aan de klant geleverd worden dan zien we het als een verkoop is gemiddeld 9 dagen was dat vorig jaar nu 4 dagen, het is wel iets meer dan het eerste kwartaal, maar dat is gewoon heel weinig en geeft dus wel aan dat er Heel veel vraag is naar de auto's van Tesla. Dus de vraag, aan de vraagkant daar zit het zeker goed. We zien een afname bij de opslag van energie. Um, zoals je misschien weet, natuurlijk in een auto zit een accupakket. Maar je kunt ook accupakketten thuis hebben of grote bedrijven die dat ooit afnemen. Daar zien we een afname. En dat geeft misschien een beetje aan dat ze juist op dit onderdeel moeite hebben uh, om onderdelen dus te krijgen. En later heb ik ook ergens gelezen dat dat juist te maken heeft met de chips die hiervoor nodig zijn. Het kan ook natuurlijk zo zijn dat ze liever dit soort pakketten in een auto bouwen dan als een losstaat systeem, dat dat misschien meer oplevert. Dat is in ieder geval iets waar je rekening mee kunt houden. En we zien wel dat er weer met 33, 34% toegenomen is. Het aantal laadstations, dus um, als je een Tesla rijdt, het is gewoon heel fijn dat er heel veel plekken zijn waar je die auto ook kunt opladen. Scrollen we even verder door de pagina's, dan zien we hier vooral uh, de capaciteit die ze inmiddels hebben met verschillende uh, fabrieken die ze hebben. De Texas en Berlijn, dat zijn de nieuwste, iets boven de 250.000 op jaarbasis. Shanghai is veruit de grootste met 750. En er zijn nog behoorlijk wat modellen in ontwikkeling. Die komen eraan, de komende jaren. Kijken we naar uh, de Battery Powertrain, dat vind ik wel interessant. Het gaat eigenlijk meer over de fabriek. Dat we daar lezen, dat eigenlijk bij de laatste generatie van hun fabriek, want hun zeggen ook zelf van... Uh, Eigenlijk onze fabrieken, dat is ook een product op zich. Daar gaan we heel veel verbeteringen doorvoeren. Dat doen we ook telkens. En daar valt ook heel veel te verdienen eigenlijk. En dat zien we hier ook. Ze zeggen ook het aantal robots dat aan een auto werkt... is eigenlijk afgenomen met 70% tussen onze laatste fabriek... en de eerste fabriek die we gebruikt om de Model 3 te maken. Dus je ziet dat ze heel efficiënt omgaan. Um, steeds minder robots zijn ermee bezig. Steeds meer onderdelen worden eigenlijk als één onderdeel gemaakt. Dus veel onderdelen worden samengevoegd. En wat dat vooral... Uh, heel belangrijk voor is, is dat je op dat soort onderdelen juist de marge kunt verbeteren. Misschien niet in deze kwartalen, maar als je het eenmaal hebt staan en die verbeteringen door blijft voeren de komende tijd, dan zal de marge zeker op dat soort onderdelen verbeteren. Ook altijd interessant trouwens, de FSD beta, de uh, full self-driving, de software, autopilot zou je het kunnen zeggen. We zien hier inmiddels hoeveel miljoen mijl ze inmiddels hebben ge gereden. En we zien dat eigenlijk sinds... Eind 2021 dat hard oploopt. Heel veel mensen maken er inmiddels gebruik van. Zo'n 100.000 lezen we hier ook. Dus er wordt heel veel data verzameld om die software beter te maken. Om die AI, dat neural netwerk, beter te maken. Dus uh, we zien hier echt een, ja, een stijgende lijn. En die zal denk ik ook zeker nog gaan toenemen. Denk ik echt wel een, een, een voordeel voor Tesla dat ze al die data hebben. Wat het precies waard is, nou, dat weet ik niet, niet. Maar het is denk ik wel goed dat ze het hebben in ieder geval. En dan komen we aan bij de Outlook van het bedrijf. Eigenlijk weinig veranderd. Ik heb hem hier uh, gemarkeerd, die zin. Maar die zin zien we al kwartalen achter elkaar terugkomen in de cijfers. Uh, over een multi-year horizon, dus over de komende jaren. Ze zeggen niet precies hoeveel is dat. 3, 5, 7. Ik weet het niet. Maar in ieder geval verwachten ze 50% uh, annual growth, 50% groei per jaar voor het aantal voertuigen dat ze leveren. Het is natuurlijk wel belangrijk om hier te zeggen het aantal voertuigen dat ze leveren. Wil niet zeggen dat per se ook. De winst of de omzet met 50% per jaar gaat toenemen. Het zou zo kunnen zijn dat ze meer gaan leveren, maar dat er ook meer concurrentie komt. En Dat daardoor er meer geconcureerd wordt op prijs. Waardoor de marge lager uitvalt. Maar in ieder geval zij zien het aantal auto's dat ze leveren. De komende jaren dus met 50% blijft groeien. Dan komen er tenslotte nog heel veel pagina's met foto's. Zeker om interessant om te kijken. Naderhand ook nog heel veel grafieken. Uh, zeker ook grafieken op dit is per kwartaal. Dit is op basis van de laatste 12 maanden. Dan zie je wel dat er een stijgende lijn zit. Als je telkens naar de laatste 12 maanden kijkt van die kolommen. Zeker interessant om naar te kijken. Maar dat ga ik nu niet doen in deze video. Ik wil vooral nog even gaan kijken en een waardering gaan maken voor het aandeel om te kijken bij de huidige koers. Is het dan een interessant aandeel om misschien te kopen, of juist niet? En voor die waardering maak ik gebruik van de tool Belegger Tools. Dat is een website die ik heb gemaakt, juist om beleggers te helpen. Uh, aandelen te ontdekken, aandelen te analyseren, maar ook zeker ook een eigen waardering te maken. En ik heb hier even ingevuld wat mijn verwachting is, wat mijn inschatting is, misschien wel voor de toekomst. Voor de komende vijf jaar heb ik het ingevuld. Uh, we zien het hier staan, nou, net niet, maar achter mij staat vijf jaar in ieder geval. Kijken we naar de omzetgroei, die heb ik in drie scenario's 25, 35 of 45 procent per jaar. Voor de komende vijf jaar dus um, niet die 50% die we eerder zagen. Zoals gezegd, dat is het aantal voertuigen. Wil niet per se zeggen dat het ook zo hard toe gaat nemen in de omzet die ze draaien. Kijken naar de netto winst. Die was afgelopen kwartaal wat beter. Uh, maar ze hebben zelf ook gezegd van ja, we gaan een keer daar moeite mee krijgen. komt misschien door de toe, uh, toevoer van producten. Producten die duurder worden. Of gewoon door de concurrentie. Dus laten we even uitgaan in het meest gunstige geval van 18%. De free cash flow is dat 16%. De geplaatste aandelen, die zien we nog steeds toenemen ook afgelopen kwartalen. Dus daarom ga ik uit van 4%, 2% of 0% per jaar omdat je het nog steeds een bedrijf in ontwikkeling is. Misschien willen ze geld ophalen, misschien belonen ze uh, topbestuurders. Dus daar zien we nog steeds een toename van het aantal uitstaande aandelen en dat betekent dus ook dat de winst in de toekomst over meer aandelen verdeeld gaat worden. Kijk tot dan naar een PE multiple op dit moment zo rond de 100. Neemt hard af, aan de ene kant omdat ze natuurlijk flink winstgevend aan het worden zijn. Dus, uh, maar ja, dat wil niet zeggen dat 100 ook normaal is, gangbaar is. Kijken over een jaar of vijf, wat zou dan bij deze groeipercentages en de potentie die ze hebben, cijfers zijn. Ik ga misschien nog wel een beetje aan de hogere kant zitten. Ga ik aan 20, 24 of 28, 12% gewenst rentement omdat het wat meer risico is. Je kunt natuurlijk in de brede markt investeren. Dan heb je 7-8%. Dus ik ga wat meer risico nemen. Wil ik meer rendement voor? En een groei na de analyseperiode van 5, 6 en 7%. Klikken we dan op analyseren. Scrollen we naar onder. Dan zien we de huidige koers: 742 dollar. Um, alleen in de bull case, en die scenario's zou de huidige koers interessant zijn. Dan zou je meer willen betalen voor het aandeel om die 12% per jaar te kunnen verdienen. Maar eigenlijk in de base case zie je dat we rond de 400 dollar gemiddeld uitkomen. Of misschien zo'n 175 dollar in de bearcase. case. Dit is het op basis van deze aannames die ik doe voor vijf jaar. Je kan, zou kunnen denken, weet het misschien wel eens een paar jaar langer vast te houden, deze groeipercentages. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, dan zie je het in ieder geval hard toenemen in de bull case. iets minder hard, maar nog steeds stijgen naar zo'n 550 dollar, 570 dollar misschien gemiddeld in de base case. Dat heb ik ook al langere tijd geroepen. Ik heb ook daarom mijn positie van Tesla afgebouwd bij 900, bij 1000, bij 1100 dollar per aandeel heb ik telkens stukjes verkocht. Ik heb nog steeds een positie, maar ik heb ook heel vaak gezegd rond die 700 dollar, onder die 700 dollar is het voor mij weer een punt om te gaan kijken... Om eventueel bij te kopen dat het misschien wel interessant wordt. Lijkt er dus op dat het iets gedaald is. Maar dat is ook omdat ik nu wat conservatiever ben. Wat meer terughoudend ben met de marges die ze maken. En dat het misschien in de toekomst niet maar blijft groeien. Maar laat ook vooral weten wat jij ervan denkt. Van het aandeel, van de cijfers. Maar ook zeker van de waardering. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.